Bloem neemt. Daar is nog een vrije kopkans en bijna een intikken. Maar dat wordt nog op het laatste moment goed verdedigd. Indraaiende corner wordt verlengd en valt erin. En daar is zijn eerste al van het seizoen. Nick Vossenbelt maakte er vorig seizoen 15 voor Den Bosch. Een opvallende aanwinst dus voor Almere City. Maar er kon geïnvesteerd worden. En ze besloten, we halen ervaring, we halen scorend vermogen. We halen Nick Vossenbelt. Sek. Die krijgt niet zomaar van de bal. Schot van Sek is ook nog eens hard en de rebound kan erin. En gaat dat niet. Aandacht. Schiet de bal eigenlijk recht op Bakker. Die al uit positie leek. Bloem draait hem die kant op en hij wordt erin gekopt. En ook die andere nieuweling scoort. Het is het middenveld dat het doet voor Almere City. Reserveur zorgt voor 0-2. Waar moet hij? Oh, kom. Zo kan je hem ook aannemen natuurlijk. En hij legt er nog goed voor ook. Geweldige actie. Die bal is eigenlijk te hoog. Dus ook de meeste spelers proberen hem nog op de borst of zo aan te nemen. Hij denkt, nou, weet je wat, ik doe het zo. En dan geeft hij ook nog eens een perfecte voorzet. Kool kan terug op aandacht. Nee, ja, nee. Meijer. Meijer zoekt ruimte voor het schot. Vindt de ruimte die hij nodig heeft. En daar is ook zijn eerste doelpunt. 1-2'tje. Dat in eerste instantie wordt gestuit, maar dan is daar Meijer die de bal oppikt en prima inschiet. Stijn Meijer. Church is goed gedraaid. Ook al even op het verkeerde been. Oh, dat overstapje. Jacobs kan verlengen, kan het zelf doen. Uitstekend verdedigd door Van Vlerk om dat schot te blokken. Aardig balletje dit. Korenjuk met de eerste kans. Sek in de achtervolging. Korenjuk, is het een overtreding? Ja. Dan is het doelpunt afgekeurd, maar komt er denk ik ook rood. Ja. En staat de wedstrijd misschien wel op zijn kop. Als hij gewoon wacht, dan is het een doelpunt. En nu heeft Jong AZ het doelpunt nog niet. En heeft Almere City rood. Achter de bal, Jelle Duin. Worden 1-3. Ja, en die maakt hij dus niet. En nu hebben we dus echt een situatie waarbij niemand iets is opgeschoten. En nu merkt Jong AZ dat je ook tegen 10 man alle moeite kan hebben om tot kansen te komen. Want ze houden het compact, ze verdedigen voorlopig goed. Reinders dan maar met het schot van afstand. Dat is wel goed en dat zit erin, ja. Uitgespeelde kansen creëren lukt Jong AZ niet. Dan moet het maar op deze manier. Hij heeft het al een paar keer geprobeerd die ruimte zoeken voor een schot. Dat weet Almere City tot nu toe eigenlijk wel goed te voorkomen. Nu even niet. En dan is de uithaal fraai. Heeft Platel geen kans. En is het 1-3. Voorzet is nog gevaarlijk. En daar is nog de 2-3. Bal valt net over Jacobs heen. Drijf scoort. En dus is de spanning er. Nu fluit hij af en wint Almere City de eerste wedstrijd. En het eindigt in 2-3.